In het kader van GO 1010 heeft hij mij gevraagd te spreken over de GO-waarden. Het KTA Brugge, waarom hij dit aan mij gevraagd heeft, weet ik niet. Misschien omdat KTA Brugge met zijn 1550 leerlingen een grote en succesvolle school is. Maar ik ben met plezier ingegaan op de uitnodiging, omdat het betrekken van GO-waarden bij het sturen van een school inderdaad positief kan werken. Natuurlijk dient men eerst de evidente dingen te doen, ik bedoel structuur en orde. Maar eens deze zaken gerealiseerd, kan het inbrengen van GO-waarden een extra energiebron zijn. Welke waarden heeft het GO ingebracht in haar beleid? Verschillende. Een school bestaat nu eenmaal uit verschillende delen en sommige van onze waarden zijn meer van toepassing op het ene, andere op het andere deel. We zullen hier dus rekening mee dienen te houden, maar genoeg ingeleid op naar de eerste waarde. En de eerste waarde, achter collega's, is engagement. Engagement, beste toehoorders, is een mirakel uit de fysica. Het is de omgekeerde wereld. Engagement verbruikt geen energie, engagement levert energie. Een school die zich engageert wordt een samenhorige school. Er wordt gepraat, gepland, georganiseerd. Een school die zich engageert voor een project bouwt aan een ziel. Het KTA heeft zich altijd geëngageerd, zoals in het project inclusief onderwijs. Het KTA is onmiddellijk ingestapt in de inclusiegedachte. Reeds verschillende jaren volgen drie leerlingen met het syndroom van Down les samen met onze reguliere leerlingen. Hoewel deze kinderen extern ondersteund worden, is de zorg die de volledige klas en school besteedt aan deze leerlingen voor het KTA een bron van trots. Naast ION heeft het KTA ook nooit schrik gehad van geïntegreerd onderwijs. We hebben onze deuren altijd opengezet voor leerlingen met beperkingen. Ik moet toegeven, wij houden de draagkracht in het oog, maar de draagkracht van het KTA en haar leerkrachten is zeer groot. Wij hebben de draagkracht nooit als excuus gebruikt, wij gaan ervoor. En soms, geachte toehoorders, soms zijn wij echt zot. Zo zijn we verschillende jaren na elkaar, een week voor, tijdens en een week na de pasvakantie, met een grote groep leerlingen en leerkrachten van onze technische afdeling naar Burundi vertrokken om daar een school te bouwen. Vooraf hadden we door acties het benodigde geld €50.000 ingezameld. Naast engagement zetten we op het KTA Brugge ook zwaar in op de GO-waarde iedereen VIP. We besteden in het KTA grote aandacht aan het zo individueel mogelijk begeleiden van al onze leerlingen. We realiseren dit door sterk in te zetten op een uitgebreide leerlingbegeleiding, een performant leercentrum en het permanent bereikbaar zijn van iedereen. Over onze leerlingbegeleiding kan ik kort zijn. Alle scholen doen hier hun best en het KTA zeker. We hebben een zeer gedreven team dat op geen uurtje kijkt. In ons leercentrum, sterk ondersteund door vrijwilligers, worden alle leerlingen op individuele basis begeleid. Alle leerlingen. De medewerkers van het leercentrum zijn permanent beschikbaar. Maar niet alleen de leerlingbegeleiding of het leercentrum is permanent bereikbaar. Ook de directie, elk lid van het opvoedend personeel, alle TA's. Kortom, het volledig ondersteunend kader is in het bezit van een GSM en altijd bereikbaar voor ouders, voor leerlingen, voor leerkrachten, voor iedereen. Problemen worden altijd en direct aangepakt. Wat het KTA ook doet, de derde waarde, is creatief denken. Net iets anders zijn dan anderen. Onze muffe KSO werd omgevormd tot de trendy richting digital art, film en entertainment met mogelijkheid tot verdere specialisaties. Wilt u wielrenner worden? Wilt u danser worden? Wilt u voetballer worden? Wilt u basketter worden? Wilt u tennisser worden? Wilt u zwemmer worden? Kom naar het KTA. Maar evenzeer, wilt u binnen uw opleiding mechanica een specialisatie kunststoffen meenemen? Kom naar het KTA. Wilt u in elektriciteit een opleiding alternatieve energie meenemen? Kom naar het KTA. En deze schitterende prentjes achter mij zijn natuurlijk niet door mij bij elkaar gesprokkeld. Ze zijn bij elkaar gesprokkeld door de leerlingen van Digital Art. 5 jaar geleden werd de KSO-richting, waar nog amper 16 leerlingen in zaten, omgevormd tot een gespecialiseerde richting digitale kunst. Resultaat, wachtlijsten voor deze richting. Maar we zijn niet alleen een creatieve school, we zijn ook een innoverende school. Een school moet innoveren, op alle vlakken. Het is niet goed wanneer een school er in 2012 nog exact uitziet als een school in 1990. Een levende school is een innoverende school. Niet om de vernieuwing en de verandering, maar om een betere school te worden. De laatste 10 jaar heeft het KTA Brugge onafgebroken, samen met de schoolgroep, zwaar ingezet op energiebesparende maatregelen. Op het dak liggen 1500 zonnepanelen. Alle lampen werden vervangen door lichtverlichting. Alle branders werden vervangen door hypermoderne condenserende ketels. Het resultaat een vermindering van 50% op het energieverbruik. Een fenomenale recurrente besparing. En ook de leraars algemene vakken durven alleen creatief innoveren. Zo werd vorig jaar door de leerkrachten Nederlands aan succesauteur Peter Aspen gevraagd om samen met de leerling een boek te schrijven die het KTA dan zou verfilmen.
Wie niet waagt, blijft maagd, zeggen de leerlingen. En misschien hebben ze gelijk. Want Peter Aspe kwam, schreef een boek en de leerlingen maakten er een film van. Het KTA als topsportschool heeft vele leerlingen die langdurig afwezig zijn. Voor deze leerlingen hebben wij samen met onze ICT'ers een sterk digitaal platform ontwikkeld, waardoor deze leerlingen van op afstand onderwijs kunnen volgen. Dit sterk uitgebouwd digitaal platform verhoogt de slaagkansen voor alle leerlingen die langdurig afwezig zijn. Dezelfde digitale platformen zorgen ervoor dat ouders ogenblikkelijk kunnen gecontacteerd worden, de aanwezigheden van de leerlingen elk uur in beeld wordt gebracht, de bijlessen individueel geregistreerd worden, de schoolrapporten digitaal aangemaakt en elke participant toegang krijgt tot de nodige gegevens en de personeel- en leerlingenadministratie zonder enig papierverbruik. Geachte aanwezigen, heeft de inbreng van deze KTA-waarden, van deze waarden het KTA vooruitgeholpen? Ik zou denken van wel. In 10 jaar tijd is het KTA gegroeid van 900 leerlingen naar 1550 leerlingen. U moet dus niet bang zijn om het waardeverhaal te implementeren in uw school. Maar al van het verhaal, geachte toehoorders, wees niet bang. Durf. Gooi open uw ramen en deuren. Durf innoveren. Durf u te engageren. Durf creatief zijn. Zorg voor uw leerlingen. En word een school met een hart en een smoel. Geachte aanwezigen, ik zeg het nog één keer. Durf doen.